Want je ziet dat dat op je trekt. Voilà. Wie heb ik vandaag? Lin. Voilà. We hebben ons nog nooit in dicht gezien, ja? Maar... Nee. Alleen maar online. En ik denk, ja, we zullen er in één keer invliegen. Want jij wou wel van alles vertellen. Van, ja, eigenlijk lust ik geen koffie met melk meer. Nee. Je bent hier om denk ik, maar een beetje te bedanken voor de skinny ja, love of allee? Zeker weten. Want, ja? Allee, ik ben van 91 kilo naar 77 kilo gegaan. Nou, hoeveel kilo is dat minder? 14? 14 kilo. 14 kilo, ja. Fantastisch. Op hoeveel tijd? Op pakt 2 maanden, zoiets. Fantastisch. Want ik ben begonnen en dan even gestopt eigenlijk. Ja? Omdat ja. Ik de smaak eigenlijk in het begin niet gewoon kon worden. En dan terug toch begonnen. En dan ja, dat zijn de goeie, gewoon doorgegaan en gezegd van... En dan elke keer op die weegschaal gaan staan en dan zoiets van, amai, er is weer af en er is nog eens af en ja, dat is echt ongelooflijk. Allee, dat is cool. Dat is me... ja. Ja, ja, ik heb dat ook. Ik heb dat nog altijd van, nee, nu kan het niet meer. Nee, en zo. Ja. Oh, ja. Dat is echt zo. Want je doet er zeker bij, dus ja. Je stopt nog niet. Overal, nee. Wat is jouw droomgetal? 65. 65? Ja. En je komt van? 91. Ah, graaf. Ja, ik heb van... 99,8 ja. En ik wil 76,6 en ik zit nu op 77,2. Ja, het wordt maniacaal op tijd, ja, hè? Maar, ja, voilà. Maar dus, en je leert ook anders proeven en dat is, ik heb nog nooit zo'n smaaksensaties ook niet gehad eigenlijk. Dat is mooi gezegd. Ja. Dat vind ik heel mooi gezegd, maar niet op tikken ik, maar vroeger ging ik heel veel op restaurant, maar dat waren dat zo gewoon restaurants, ja. Pasta, ding, deze en dat. En nu ga ik minder op restaurant, maar ik kies zo van die heel chique spullen. Ja. Maar ik kan daar echt van genieten. En omdat mijn smaakpalet helemaal veranderd is. Ja. En je proeft ook, een tomaat is nu echt... Allee, dat is niet gewoon een tomaat en water. En dat is, ja. Allee, dat is echt een tomaat met smaken. En elke tomaat is anders. En allee, ik kan niet altijd bio kopen, omdat dat soms wat duur is. Ja, nee, nee, maar... En, allee, ja. Maar als ik dan bio koop, dan geniet ik daar ook echt wel van. En ja, ook van de pasta. Ja. Ik eet geen gewone pasta niet meer, maar... Ga gewoon nog langer babbelen dan Kim gisteren. Nee, dingen pasta, zeg je die. Boekweit? Boekweit pasta. Ja, ja. En in het begin vond ik die smaak zo wel raar, maar eigenlijk is die wel goed. Dat is en, toch goed, maar zelfs mijn kies lusten dat. Ja, dat is kei lekker. Ademax. Ja. Wat ik wel gisteren goed vond, maar jij hebt de film mijn Kim nog niet gezien, ze was zei, ze van alleen maar eens vertellen alles wat ik heb ooit geprobeerd gedurende 15 jaar voor af te vallen. Oh. Wil jij dat ook? Of heb je dat nooit niet geprobeerd? Ik heb, nooit niks, ik heb alleen mijn best gedaan. Ik durf nooit niks anders in te liggen. Ja. En ik heb sowieso een maand hier kaarslicht gezien rondgelopen in de Lombardia. Want ze zei van ik kon alleen nog salade eten en dat is het. En Doreen die hier vastwerkt, zei van alleen, begin eens terug te vreten jongen, want je bent slecht gezinkt, je bent niet te genieten. Ja. En ik was 300 gram kwijt in maand. Ja, ik heb ook een hele tijd sla gegeten en een vriendin van mij die dat ook, die haar ouders eten alleen maar macrobiotisch. Ja. En dan daar eigenlijk zo ja, direct gestopt met suiker en we hebben dat juist een dag volgehouden en dan waren wij al helemaal krikkel en ja. Dan helemaal niet goed eigenlijk. En dan een aantal proteïne die eten eigenlijk en er valde ook wel snel vanaf, maar het probleem is dat je stopt. Dan komt er dubbel zoveel bij. Ja, oké. Okay, ja, ja, dat is effectief ja. Zo. Dus daar heb ik... Allee, ik heb 2 verschillende. Ik zal nu je namen noemen. Nee, wij breken geen merken af. Nee, het is dat. Dat vind ik sympathiek dat je dat... Ja. Ja. Wel, dat is de max. Ik heb dat ook in een tijd verkocht, maar ik stond er nu helemaal niet meer achter. Dan weet ik al wat dat is. Het begint met een hash en het stopt met een eding. Ja. zo heel veel water drinken en dan bijna niet eten en dan uitgehongerd geraken en dan, ja, dan echt keiveel beginnen eten dat je je echt schuldig voelt en dat je zoiets hebt van... En hoeveel jaar heb je dat gedaan al? Ik denk toch... ik ben altijd een beetje dikker geweest, dus ik ben toch al van mijn adolescentie, dus vanaf dat ik in mijn puberteit kwam, al bezig met eten. Ja, onwaarschijnlijk. Gisteren zijn we bijna met 2 beginnen wenen, als Kim dat begon te vertellen, ik heb al een knop in de keel. Maar ik hoop dat ik hier ook aan jou iets meegeef voor de rest van jouw leven, van ja, eigenlijk is dat eten dat je dat zegt van... Dat je daar op je gezond gewicht blijft en dat dat lekker en gezond is. Hè? Ja. Je moet niet blijven skinny love drinken, maar je kunt gewoon die dingen doen en voor het leven zo. Hè? Ja. Dat is wel plezant, hè? Ja. Alleen denk ik. Ja, maar dat is, ik leer enorm veel nieuwe dingen. Ja. En
Allee, ja, dat is een vers sapje, dat is een buis. Zoals die gomasio, dat wil ik proberen. Dat is goed. Nog niet... Maar zo'n stuk komkommer en je stopt dat erin als aperitief, zo, dat is de max. Ja, komkommer eet ik ook veel, dat vind ik ook de max eigenlijk. En dan heel veel geitenkaas, heel veel... Ja, dan die schapenkaas en schapenyoghurt en geitenyoghurt en zo, dat ben ik ook beginnen eten. En ben jij geswitcht van brood op paille fleur ook, of niet? Ja. Eén dag cheaten of niet? Ik cheat nee, niet. Nee? Ja, jawel. Allee, soms, allee, dat moet niet, soms op zondag inderdaad, dan kon ik een paar pistolets, maar het is eigenlijk al lang geleden. Allee, ja, je hebt er eigenlijk geen drang meer. Nee. Ik zeg dat tegen de mensen voor de starters, want de fans denken die, oeh, dat is precies de hel. Maar dat is het helemaal niet. Hè? Nee. Allee, ik vind van, ik heb niet, ja, ik heb natuurlijk wel mijn best moeten doen, dat kan ik wel zeggen. Ja. Ik denk dat je dat wel moet zeggen. Je maar, moet er even overheen voilà, eigenlijk. Maar dan is het en toch poep easy, hè? Ja. Ja, en ik heb ook geen zin in al die vettige etenswaren. Nee, dat is maf, dat is weg, hè? Ja, dat is gek. Allee, ja. Als mijn partner, want die gaat regelmatig kweken en op vrijdag is het elke vrijdag frietjesdag, ik moet dat niet meer hebben. Nee, ik dat is straf, ik kies voor mijn volle rijst en ik kies voor... Ja, dat is maf. En dat is niet omdat wij nu maniakaal zijn geworden, hè, want je lust dat gewoon niet meer. Als ik nu een friet krijg van iemand, dan eet ik er wel eens heel op en dan denk ik van, ja, vroeger had ik dat pakje opgegeten. Ja. En nu heb je zoiets van, nee, dankjewel. Nee, inderdaad. Heb jij nog iets speciaals dat je zegt van, dat wil ik nog vertellen? Ik weet niet wat. Dat je zegt van, was uw stoelgang vroeger gezond, ja of nee? En is die nu beter? Ik weet dat niet. Of zeg van, nee, er is een goed ding om te vertellen. Kim heeft dat gisteren verteld, maar whatever, zeg maar. I don't know. Is dat je zegt van, oh, ik weet dat in het begin bij mijn darmen broebelde. Ja, want dat is eigenlijk wat Skinlove doet, dat gestructureert je darmflora. Dat doet er van alles. Probiotica in ja, heel zitten. Veel. Ja. En dat doet dat, hè. Dus daarom zijn de apothekers en zo wel blij dat we dat hebben gemaakt. Want ze zeggen van joh, dat is eigenlijk iets gezond. Dat herstelt heel je darmflora en al. Hè. Ja. En ja, voel jij iets aan je gewrichten? Had jij vroeger gewrichtspijn of niet? Ik ben in 2014 geopereerd en een heel zware operatie eigenlijk. 11 uur lang voor een preventieve borstamputatie. Nee. Omdat mijn moeder overleden is aan kanker en omdat mijn tante ook overleden is. En omdat dat genetisch gewoon eigenlijk heel erg belast was. En ik had enorm veel complicaties ook na die operatie. Dus ik had een absces, ik had ja, daardoor ben ik eigenlijk ook naar iets gaan zoeken voor gezonder te leven. En ja, daarna ben ik ook last van mijn rug beginnen krijgen. En sinds dat ik Skinny Love gebruik eigenlijk, een paar weken nadien, ja, ik ben dan afgevallen wat dat goed is voor mijn rug. Mijn wonden genezen veel beter. Andere dingen, ik ben ook geopereerd aan mijn rug. Ik voel me 10 keer... beter, meer energie, ik kan meer wandelen, dus ik beweeg ook meer. Ja. Maar dat dan ook, ik had kapotte knieën, ik moest bijna in een rolstoel zitten en bij mij ook. Ja, dat helpt, dat marcheert, dat is top. Maar dat is mooi om te horen, want er zijn veel mensen die zeggen van mij met mijn gewichten, dat is de waanzin wat dat doet. Maar dat is ook door het gewichtsverlies, maar ook wat dat erin zit, dat heel goed is voor je gewicht, heel goed voor je huid. Ja. Dus die wondes genezen en alles. Gaat er straks nog iemand... niet meer. Ah, ja, cool joh, maar vooral, ik kan meteen die ermee altijd mee, als ze in een bepaalde periode paas nemen, dus daarna moet dat niet doen. Zeg, drink Skinny Love, zeg dat maar shit. Dat is dat weg. Nee, maar dat vind ik ook wel leuk, want meestal zo, en zeker zo op een bepaalde moment van de maand, dan is dat ineens zo... Ja, mannen hebben daar geen last van, maar... Ik weet dat niet, soms. Nee, is super. Weet je eigenlijk wat dat de Lombardia is? Want zie, daar stond ook zo de vroegere, we gaan nooit niet spoken op producten, maar heb jij dat vroeger geprobeerd? Daar staat een ahornsiroop van vroeger, waar iedereen zo probeerde op over te leven. Met citroen en toestanden. En cayennepeper. Massa's hebben we ervan verkocht. Ik dacht, van mijn leven kon ik dat nooit niet doen, want we hebben daar massa's ooit van verkocht. 48 uur heb ik dat. Voilà, die dat kon. En ik dacht van, my god, dat wil ik nooit niet doen. Maar het is met al die know-how, hè, maar mama, dat bestond hier sinds 1972. Ja, want hierachter, daar waren echt gevaarlijke dingen, al die laxeermiddelen. En iedere meisje dat binnenkwam, die zei altijd, het is niet voor mij, het is voor mijn bomma. En dat was, je wist wel voor wie dat was. En dan zei ik van, maar dat is gevaarlijk spul. En dan zei hij, nee, geef dat maar mee, geef me 3 dozen mee. Alleen, dat wou ik niet doen. En het is doordat ik Skinny Love heb gemaakt voor mijn eigen.
En dat is ook eigenlijk wat ik zeker ook wil zeggen, want allee, er zijn andere fora die zeggen van oh nee, dat is weer een maaltijdvervanger, ja, ja. Of dat is weer... Hè. En deze is echt natuurlijk. En ik wou sowieso al iets dat biologisch was en iets dat ja, dingen bevatte die dat ik herken. En niet dingen... Ah, dat is goed dat je me dat zegt. Ja. Ja. En zoals die matcha thee, dat dronk ik ervoor ook. Maar hier zit alles in. Ja, ja. En in hoge dosis. En voilà. Ja. Dat pak ik ook voor mijn gewrichten. Maar ja, nu pak ik dat niet meer apart, omdat er eigenlijk voldoende hier zit, in de aftermath. Wij werken met heel veel extracten. En, ja. ik ga zelf, hè, met allemaal drankjes hier... Al die ingrediënten, daar ga ik voor sourcen in India, ken die boeren. Ja. Dus ja, dat is normaal. Als je een appel gaat plukken, ga je ook de beste kiezen. Natuurlijk. En dan de verste. En zo dat ik dat creëer en dat die spullen wel werken. Ja. Voilà, dan weet je al een stukje meer over skiën. Ja. Was jij al klant van Lombardia daarvoor? Hoe is het in contact gekomen met Skinny Love? Misschien is dat nog de leuke? Ik denk dat ergens gewoon reclame was. Dat ik gezien heb op Facebook en dacht ik kan daar eens verder naar kijken en dan ook de uitleg gezien en dat, dan ook ja, gezien wat dat er direct in zit. Want soms als je iets anders koopt dan zie je niet direct wat dat erin zit. Ja, ja, ja. En dan dacht ik van ja, het heeft even geduurd dat ik dacht van oei dat is nu wel veel geld, maar dan dacht ik van kon dat eens proberen en ik ben heel blij dat ik het geprobeerd heb en dat ik het ook kan blijven doen. En vind je het nu duur? Nee. Ah, cool. Maar, hoeveel eet jij? Ik eet nu, dat is schandalig eigenlijk, maar ik eet 85% minder, zonder moeite te doen. Dat is gewoon de waanzin, hè? Ik eet 3 pijlen. Hoeveel eet jij, in percentage dat je denkt van, hoeveel eet jij al minder dan vroeger? Toch zeker 50% ja, minder dan vroeger. Dat is waanzin, hè? Ja. Ik was vroeger, ik denk een 8 maanden geleden zei ik dat ook, en nu zit ik om 85. Ik zeg, nu moet het wel stoppen, want ja, dan zit ik niks. Nee, dan, soms heb ik dan ook, dan leg ik iets op mijn bord en dat komt dan zo, hè? Ja. En dan denk ik van, in de helft van, nee, ik kan niet meer en dan moet ik dat opzij zetten. Terwijl dat ik vroeger echt wel die volledige portie of zelfs 2 borden had. Ah ja, ja. Dus, ik weet, in de tijd dat ik 100 kilo woog, had ik 2 voorgerechten in een restaurant, 1 hoofdschotel, 2 desserts. Ja. En kwam ik thuis en moest ik nog mijn speld biologische wafels hebben met chocolade. Ja, ja. Ik kan nu door geen 8e niet meer van heel die binnen opeten. Dat is maf, hè? Ja. Ja. En ik weet niet, heb je nog een tip voor op vakantie? Of ben je al op vakantie geweest? Zijn de, of ga je gaan feesten? En misschien is dat een leuke voor mensen te zeggen. Want mensen denken soms, die leeft als een pastoor. Dat is helemaal niet. Maar, ik drink ook mijn pintje. Ah, maar ja, voilà. Ja, ik drink niet te veel. Maar, hè. Ja, ja nee, maar dat is leuk om te horen. Want als mensen denken, die gaat in het klooster en die wordt pastoor, dan is er niks aan. Zeker niet. Je hoeft je ook niet altijd in te houden. Maar zie dat als iets dat sporadisch is en niet... Altijd. Ja, ja. En je hoeft je ook niet altijd in te houden. En als jij eens een keer zin hebt die niet ongezond, dan is dat zo. Voilà, hè. Dus, ik denk dat ik 3 paasaren heb gegeten in plaats van 30 vorig jaar. Dat is, nog... dat is toch, ik vind dat ook zo. Af en toe een stuk chocolade, dat moet kunnen. Ja, ja, waarom niet? Een ijsje. Ik heb er wel last mee lactose en zo, maar. Ja. Maar. Wel cool. Ja. Dankjewel, Lien. Moet jij nog iets vertellen? Dat ik zeg, nee, dat wil ik nog. Of zetten we de video's toe? Ja, cool.